Mijn naam is Davy Ruimakers en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. Het afgelopen jaar heb ik jullie verschillende tips gegeven waarmee dat je jouw video's op een makkelijke en vaak zelfs goedkope manier kunt gaan verbeteren. Maar hoe doen andere YouTubers dat nou? Dat ga je zien in deze serie. Yo, mijn naam is Leon, 20-jarige student en heb zoals vele andere mensen natuurlijk ook een YouTube kanaal. Ik speel heel veel spellen, een voorbeeld daarvan is Minecraft, waaronder roleplay en natuurlijk The Lord of the Rings. Dus let's take a look. You have to wait, my friend. Be patient and you will find your way. Dan hebben wij natuurlijk nog iets nieuws, dat is een nieuwe metadata van de Obsidian. Oké, jongens, meelopen, snel, ren. Oké, jongens, dat zijn er vier. Oh! Jouw mannen hebben een grote mond. En ik ben hier gekomen om die mond te snoeren. Nu kijken. Dit zijn alle nieuwe NPC's die zijn toegevoegd. De kills. Oh! Kalm aan, meneer. Kalm aan. Ah, leuk dat ik hier mag zijn. Ja. En zou je iets meer kunnen vertellen over je kanaal? Hoe ben je voor begonnen? Nou, ik ben een tijd terug, toen speelde ik dus zelf al heel veel Minecraft. En op een gegeven moment toen dacht ik van, ja weet je, ik wil toch wel iets op YouTube gaan doen, want het was heel populair aan het worden. En ik dacht van, nou weet je, misschien is dat ook wel wat voor mij, want ja, ik was 17, verveelde me toch na de tijd, ik had alleen werk. En wel hobby's, maar dat was zeg maar een beetje eronder. En toen ben ik dus gewoon begonnen met YouTube. Ik had een microfoon gekocht, Blue Yeti. Ik weet niet of je die kent toevallig. Is het niet die ronde, zo'n snowball? Ja, zo'n ding. Maar dan, ik heb hem hier niet staan toevallig, maar goed. Toen begon ik dus al met video's, maar ik had die hele instelling even knald. En uiteindelijk dus bleek het echt hele slechte kwaliteit. Maar dat ik hem wel goed kon krijgen. Dus was in één keer wow, weet je. En ja, nu heb ik dan de Rode NT-USB. Die is echt heel goed. Dat is een van de beste, staat er ook bekend om. En ja, ik heb er veel mee gedaan en het heeft veel voordelen, ja. Super tof. Nou, super, je hebt net al wat dingen gezegd die je gebruikt voor je opnames. Maar wat gebruik je onder meer voor? Ja, wat voor apparatuur heb je eigenlijk? Nou, ik heb hier toevallig de Canon G7 X Mark II. Die is dus vrij nieuw. Deze is ook echt super chill. De kwaliteit super tof. En ja, ik heb alleen nog niet echt de edit manieren ervoor om echt gewoon haarscherp te krijgen. Mm-hmm. Het komt ermee door, zeg maar. Dus kwaliteit opnemen is prima, maar ja, het renderen is wat lastiger, zeg maar. En daarnaast heb ik gewoon een PlayStation 4, die staat daar. En daar heb ik dan een Elgato voor gekocht, dus dan kan ik ook PlayStation 4 dingetjes opnemen. Dat is wel lachen, ja. En ik gebruik hem niet al te vaak, want ja, PlayStation is zeg maar het tweede dingetje op mijn kanaal. Prioriteit gaat naar de Minecraft content en ja, dat zie je ook wel weer terug. Dat het toch af en toe met stof zit of ja. Nou, dat maakt het niet uit, dat is duidelijk. En stel je zou een tip moeten geven aan beginnende kijkers. Wat zou je echt de kijkers willen aanraden van nou, dit is echt wat je moet doen of zelfs niet moet doen? Nou ja, als je sowieso begint, je moet echt doorzettingsvermogen hebben, weet je. Je moet denken van, nou, niet twee video's, dan ben ik klaar. Je moet echt denken van, ik wil wekelijks sowieso een aantal video's maken. En als je dat niet doet, ja, dan kom je ook niet. En natuurlijk een goede microfoon, want als je die niet hebt, dan neemt niemand je echt... Ja, serieus, denk ik. Nou, dan kun je voor de kijkers nog even uitleggen welke microfoon je ook hebt, dan wat voor popfilter gebruikt? Ja, ik zal hem hier even laten zien. Hij heeft zeg maar, ja, de popfilter die zit er gewoon al standaard bij. Prima dingetje. En het voetje ook, dus je hoeft hem eigenlijk alleen maar uit te pakken, in elkaar te schroeven en dan kan je hem gewoon neerzetten. En tada, dat is het al. En dan hebben we nog één klein vraagje voor je. Een dilemma. Stel je zou moeten kiezen tussen alleen maar groeien met je kanaal, maar weinig weergave, of veel weergave, maar bijna geen groei. Waar zou je voor kiezen? Ja, zo'n vraag natuurlijk maar. Ja, het is zeg maar van weergave. De weergave zijn zeg maar, die staan al wel vast. En hoe meer je uiteindelijk wel groeit, zal je zeg maar gewoon wel de bekendheid wel pakken, zeg maar. Het is zeg maar, waar ga je voor? Wil je het geld genereren of wil je de faam krijgen? En ja, famous denk je dan toch wel iets leuker dan geld uiteindelijk. Want dat doe je toch nog voor andere mensen. Dat is in ieder geval hoe ik erover nadenk. Nou, duidelijk verhaal natuurlijk. Ja. Wil je nou meer weten van onze kanaal? Kan je die onderaan de video beschrijven. Daar hebben we natuurlijk een linkje voor jullie geplaatst. En zou ik zeggen, ik zie jullie even terug bij de volgende aflevering op dit kanaal. Tot de volgende keer. Yo, later.